Adriaan Kruijs hier voor DVS TV. Allereerst van harte gefeliciteerd met Man of the Match. Dankjewel. En natuurlijk volkomen verdiend. Want het is ook eigenlijk de laatste wedstrijden niet anders dan dat je gewoon heerlijk aan het spelen bent. Ja, ik zit lekker in mijn vel en het gaat lekker. En ik denk sowieso als team dat we natuurlijk heerlijk spelen. En ik ben blij dat ik daar mijn steentje aan bij kan dragen. Ja, heerlijk. Vooral dat steekballetje op Sam Crowther, dacht ik, oh man, Adriaan, heerlijk. Ja, was lekker. Ja mooi toch? Komt het nou door het andere systeem, waardoor jij veel beter in het spel komt? Ja, ik kan wel volmondig ja zeggen. Ja, weet je, we spelen op een hele andere manier. Je komt op hele andere plekken op het veld, aan de bal. Je hebt andere ruimtes te spelen. Veel meer mensen om je heen. Ik denk dat onze kracht nu echt is dat we heel compact eigenlijk op de helft van de tegenpartij spelen. Ja, dan komen we eigenlijk allemaal, vind ik, wat beter uit de verf. Ja. Ik denk dat iedereen dat kan zien, ja. Hey, jammer dat daar geen continuïteit in zit voor het volgende seizoen. Nou, ik denk dat ze het blijven doen, maar zonder mij, denk ik. Ja, zonder jou, hè. Ja. Jij gaat ook nog naar een club in Amsterdam? Zwift. Ja. Eerst een wereldreis maken? Nou, dat is nog even een beetje onduidelijk. Ik ga of in januari, februari weg. Of het wordt oktober, november. Het heeft een beetje te maken met mijn werk. Hoe dat volgend jaar uitkomt te zien. Dus, Zwift is wel een heerlijk clubje voor jou. Ja, heerlijk clubje. Je kan op de fiets 5 minuten. Dat is wat anders dan een uurtje in de auto. Dus, ja, dat is... En ze zijn... er zijn gewoon wat minder... hoe zeg ik dat? Natuurlijk heb je de verplichting om er te komen. Maar ze zijn wat vrijer. De wederzijdse verwachtingen die zijn... anders dan hier, wat ik helemaal begrijp. Ja. Kijk, hier wordt gewoon verwacht dat er gepresteerd wordt, dat je er altijd bent. En terecht, we krijgen er natuurlijk ook gewoon voor betaald hier. En dat is daar niet zo. Dus, mooi. Ja. Je hebt ook nog een paar seizoenen bij Sparta Nijkerk gespeeld. Ja. En dat staat volgende week op het programma. Ja, heerlijk potje. Adriaan, lekker. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja? Ook om de jongens weer te zien. Er zijn nog best wel veel jongens die daar spelen met wie ik heb gespeeld. En volgens mij hebben ze wel verloren nu, net hoorde ik. Dus ik weet niet... Ze hebben verloren, ja. Ja, we gaan over hen heen. Ja, in de periode. Ja. In de periode, ja. 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 Ja, ik hoop dat we daar natuurlijk kunnen winnen. Ja, het is nog niet gelukt met de DVS tot nu toe, om daar te winnen. Hebben jullie het daar onderling wel over? Dat je eventueel ook een na-competitie, of waren er al vakanties besproken? Nou, ik begreep dat er wel een paar al vakantie hadden geboekt. ik weet niet, natuurlijk eigenlijk al weken dat je het daar een beetje over hebt. Maar je kijkt natuurlijk ook nog naar de andere na-competitie. Ja, natuurlijk. Die heeft er ook nog, al denk ik... Ja, dat we daar nu best wel uit zijn, dat achter de rug is. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, het zou wat zijn, hè? Ja, dat zou inderdaad wat zijn, ja. Nou, bedankt voor deze voorstelling. Gala, heerlijk. Ja, geen dank. Lekker toch? Het is een feestje. Ja. Mooi, goed weekend. Dankjewel, Pieter. Oké, Adriaan.